Voorzitter, wat een rijkdom. De kwaliteit van de Nederlandse cultuur. De kunst die hier gemaakt en genoten wordt. En de passie waarmee zoveel mensen mooie en belangwekkende dingen maken. Voorzitter, de rijkdom die geschetst wordt staat in schril contrast tot de armoede van filmmakers. Topmuzici die een baan hebben naast het orkest om te kunnen overleven. Fotografen die massaal onverzekerd hun werk doen. Dansers die zonder vergoeding mogen optreden in ruil voor een mooie ervaring. Journalisten, we hoorden er een bij de hoorzitting, die 9 uur werken voor een stuk en dan 5 tientjes overhouden. Voorzitter, intussen is het zo dat als Rijkswaterstaat een weg laat aanleggen, dan is Rijkswaterstaat aansprakelijk als de Portugese bouwvakker wordt onderbetaald. Dat is een wet die hier door deze Kamer 3 jaar geleden is aangenomen. Maar als we naar het Gelders Orkest gaan luisteren of andere cultuur genieten, vinden we het blijkbaar gewoon dat mensen niet fatsoenlijk verdienen, geen verzekering hebben, geen pensioen opbouwen. We vinden dat gewoon, maar het is niet normaal. De passie en de liefde voor hun vak wordt gebruikt tegen de makers. Dat kan zo niet meer. Ze verdienen een beter inkomen, bescherming tegen pech en armoede, meer toegang tot scholing en eerlijke praktijken bij de subsidietoekenning. En op dit punt is de brief van de minister erg beperkt. Voorzitter, kunst houdt ons een spiegel voor, laat zien dat de mens in staat is, naast heel veel slechte dingen, ook hele mooie dingen te maken, schoonheid te creëren. Het helpt ons nadenken over wie we zijn en over elkaar. Maar die spiegel die wordt dof als daarachter niet een maker staat die zeker is van zijn bestaan. En dat moet veranderen. Dank u wel.